Remige Aerts heeft hier een heel betoog gehouden. En dat lijkt er een beetje op dat het een soort pleidooi voor Thorbecke was. Kun je daar nader op ingaan? Ja, Remige Aerts is natuurlijk de biograaf van Thorbecke. En heeft zich daardoor uitvoerig in het leven van Thorbecke verdiept. En is ook naar mijn idee, ik ben natuurlijk zelf biograaf van Multatuli, maar ook van koning Willem III, is tot de, wat mij betreft, terecht conclusie gekomen dat Thorbecke een van de hele grote was uit de Nederlandse geschiedenis. En specifiek de 19e eeuw. In de 19e eeuw heb je eigenlijk twee, als je over politieke zaken denkt, twee topfiguren. Aan de ene kant Multatuli als denker, als stuwer eigenlijk. Hè? Iemand die de politieke pamfletten schreef en dat op zeer bevlogen manier deed. De man van Max Havelaar uiteraard. En Thorbecke, de uitvoerder. Thorbecke is een geniale politicus geweest. Want hij wist dat je kon wel dingen roepen, maar je moet ook dingen uitvoeren. Je moet het, de koning weten te overtuigen, je moet het parlement weten te overtuigen. En dat kon hij. Hij was een ongelooflijk bedreven politicus. Echt een groot denker, echt een groot staatsman. En waarom had Multatuli daar nog geen enkel gevoel voor? Want hij moest echt niks van Multatuli hebben. Van Thorbecke hebben. Nee, Multatuli moest niks van Thorbecke hebben. En dat is, denk ik, dat is mijn eigen mening. Maar Multatuli was, als je erop als je echt induikt, ten diepste eigenlijk een liberaal. Maar het waren liberalen die hem altijd teleurstelden. Hij was als assistent-resident van Lubbock, heeft hij geprobeerd zich gelijk te halen. Had te maken met die liberale gouverneur-generaal Duymar van Twist. En die steunde hem niet. En dat heeft hij een paar keer in zijn leven gehad. Dat juist de politici, de mensen waarvan hij dacht, daar moet ik het van hebben, die steunen hem niet. En dat is denk ik wat uiteindelijk Multatuli heeft weggevoerd, weggedreven van de liberalen. En daardoor is Multatuli politiek gezien gek genoeg een beetje met conservatieven in zee gegaan. Terwijl die daar eigenlijk niet thuis horen. Dat is denk ik het grote probleem geweest. En omgekeerd moet je toch ook zeggen dat Thorbecke had wel wat kennis kunnen nemen van het werk van Multatuli. Thorbecke had Max Havelaar kunnen lezen, had de brochures over vrije arbeid van Multatuli kunnen lezen, maar zeker Max Havelaar. Dat heeft hij niet gedaan, of hij heeft er in ieder geval geen blijk van gegeven. En dat is ook wel merkwaardig. Want Thorbecke was wel degelijk geïnteresseerd in de Indische politiek. En hij liet dus niet merken dat hij iets van de belangrijkste man die hierover schreef gelezen had. Nou, dat is natuurlijk merkwaardig. Je begrijpt die rancune van Multatuli ook wel een beetje. Ik denk niet dat je het met Multatuli eens kunt zijn als je hem over Thorbecke hoort. Hè. Thorbecke was werkelijk een groot staatsman en Multatuli heeft dat niet gezien. Dat staat wat mij ook wel vast. Staat tegenover dat Multatuli op ontzettend geestige wijze over Thorbecke heeft geschreven. En het kan ook geen kwaad om dat te doen.